welkom weer bij deze nieuwe misdaad en make-up. Hey jongens, we bespreken vandaag een keertje voor de verandering. Een Nederlandse zaak. Dat is niet iets wat ik nog nooit heb gedaan, maar het komt gewoon wat minder vaak voor. Eigenlijk gaat het voornamelijk over de wat grotere, wereldwijde, vaak Amerikaanse zaken. En dit is een zaak die, sinds ik er vanaf weet, mij al best wel bezig hield. Zeker ook omdat het in je eigen land gebeurd is, dat je zoiets hebt van, goh, dit hadden mijn buren kunnen zijn. Of jouw opa en oma. Dit is zo'n bizarre zaak. En wat er in dit verhaal is gebeurd, je kan je gewoon bijna niet voorstellen dat dit iets is wat in mijn geval 30 kilometer verderop heeft afgespeeld. Dat vind ik gewoon iets heel geks. Vind ik een gek idee. Het gaat over een wat ouder echtpaar die je vermist raakt. Maar de politie doet op het begin nog niet heel veel om het op te lossen. Omdat het over twee volwassen mensen gaat, is de dader hier gewoon echt best wel lang mee weggekomen. Maar goed, voordat ik alles al ga vertellen en dingen verklap, dat komt straks wel. Ik heb het hele verhaal voor jullie uitgeschreven. Ik ben ontzettend benieuwd wat jullie van dit verhaal vinden en of jullie het kennen. Het is de Baarnse moordzaak, maar het is de tweede Baarnse moordzaak. Is al eerder een Baarnse moordzaak geweest, maar die is echt een stuk ouder. Maar de tweede Baarnse moordzaak, dat is iets wat al voor langere tijd mijn aandacht heeft. En wat ik zag voor het eerst bij een aflevering van Peter R. de Vries. Die aflevering is gelukkig nog terug te kijken op YouTube. Daar heb ik heel veel van mijn informatie vandaan gehaald. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, de aflevering staat online. Het heet De Baarnse Moordzaak, Peter R. de Vries. Als je dat in het zoekbalkje typt, dan kom je er vanzelf op. Het is echt super interessant. Wat je ook moet doen na deze video is naar Moordkast luisteren. Want tegelijkertijd met deze video is ook onze podcastaflevering over deze zaak online gekomen. Op Spotify te beluisteren, exclusief daar. Dus ga naar het linkje onderin de beschrijving. In Moordkast bespreek ik dezelfde zaken tegelijkertijd dan met mijn broer. Op YouTube kan ik niet echt in elk detail ingaan en dat kan op Spotify wel. Dus, maar in de video's kan ik jullie natuurlijk beeldmateriaal laten zien. Dat wordt lastig in een podcast, dus het is het zeker waard om beide te gaan beluisteren en te bekijken. Even een disclaimer van tevoren. De zaken die ik bespreek tijdens dit format zijn altijd heftige zaken. Het gaat hier eigenlijk altijd om moord, geweld, soms ook psychische problemen. Dus mocht dit een trigger voor je zijn of kun je hier niet tegen, klik deze video dan weg. En ben je onder de 12 jaar oud, moet je eventjes je ouders om toestemming vragen of je deze video überhaupt wel mag zien. Of vraag of ze dit gewoon met je meekijken. Verder is het niet mijn bedoeling om respectloos of oneerbiedig naar wie dan ook te zijn in dit verhaal. Alle informatie die ik geef is informatie van het internet of uit documentaires die ik heb gevonden. Ik heb het slechts gebundeld tot één verhaal. Elke week geef ik aan iemand uit de comments een shout-out. Als jij een leuke reactie plaatst hieronder, onder de hashtag #sonnedy, dan maak je kans om een volgende video de shout-out te krijgen. Deze week is die voor niemand prinses. Wauw, als jij deze zaken vertelt, is het gewoon extra spannend. Dit is echt weggelegd voor jou. AUB, nooit mee stoppen hoor. Ik kijk elke week uit naar de aflevering. Samen met mijn dochter kijken we jouw afleveringen. Het is echt ons moeder- en dochtermoment. Super lief, dankjewel niemand prinses. Het is een niemand uitroepteken prinses. Nou, dankjewel lieve prinsessen van me. Mocht dit soort content nou niet helemaal jouw ding zijn en denk je van, goh, Dionne, ik wil het helemaal niet zien, dan maak ik ook nog ander soorten video's op mijn tweede kanaal. Het is een gamekanaal genaamd Onnestream. Ga daarvoor naar youtube.com/onnestream of ga naar het linkje onder in de beschrijving om daar te abonneren op dat kanaal. Post daar dus extra gamecontent en elke zondag om 3 uur 's middags zal ik live gaan daar. Je kunt gezellig met me chatten, meekijken. De livestreams blijven ook opgeslagen, dus die kun je terugkijken als je dat wil. Dus abonneer op mijn tweede kanaal en hopelijk zie ik je daar. Nou, ik denk dat we maar gewoon heel snel moeten gaan beginnen met dit verhaal. Dus zijn jullie klaar voor wat mascara en mysterie? We gaan heel snel beginnen met het verhaal over de tweede Baarnse moordzaak. Dit verhaal gaat over het echtpaar Hans en Ria Müller. En het speelt zich af in het jaar 1999. In ieder geval, daar begint het verhaal. Hans is op dit punt 65 jaar oud. Hij werd geboren op 20 augustus 1934 en hij is gepensioneerd. Voorheen werkte hij als medewerker bij het gemeenschappelijk administratiekantoor.
het GAK. Volgens mij bestaat het op dit moment niet meer, maar het is vergelijkbaar met wat het UWV nu doet. Dus daar werkte hij als medewerker. Ria Müller, die is geboren als Ria van der Velde, die is op dit moment 60 jaar oud. Ze verschilt dus 5 jaartjes van Hans. En zij werd geboren op 4 maart 1940. Zij was jarenlang leidster op een kleuterschool in Baarn. En het stel trouwt in 1971 en krijgen in hun huwelijk verder geen kinderen. In 1999 zijn ze dus 28 jaar getrouwd. En vlak nadat ze getrouwd waren, gingen ze wonen in een huis in Baarn aan de Rembrandtlaan nummertje 1. De Müllers werden omschreven als een heel lief en attent koppel, maar wel dat ze heel erg op zichzelf waren. Ze leidden een vrij, ja, ik wil niet zeggen geïsoleerd, maar echt contact leggen was niet echt hun sterkste punt. Het stel heeft ook nog wel wat familie rondlopen, maar daar ook, ja, hebben ze gewoon geen contact mee. Dit stel heeft elkaar en hun geloof, want ze zijn echt best wel, ja, streng gelovig. Ze zitten bij een baptistengemeente in Driebergen en zijn heel actief bezig met ook het verspreiden van dit geloof. Vooral Hans. Hans was een soort evangelist. Hij sprak meerdere mensen, of eigenlijk iedereen die hij tegenkwam, sprak die aan met: kent u Jezus al? Bij sommige mensen viel het natuurlijk helemaal niet in goede aarde. Ik bedoel, niet iedereen zit erop te wachten om iemands geloofsovertuiging aan te horen. Maar goed, Hans was heel stellig, heel passievol, ja, zijn geloof met iedereen aan het delen. De Müllers, die struggelen een beetje met hun gezondheid. Ze hebben wat probleempjes. Hans had last van reuma in zijn handen, knieën, benen. Hij is niet echt afhankelijk van een rolstoel, maar ja, toch moet hij die wel vaak gebruiken. Ria heeft op haar beurt weer last van andere kwalen. Zij leidt aan allerlei inwendige ontstekingen, heeft suikerziekte, leidt aan een depressie of in ieder geval depressieve buien. Dat heet ze heel erg. Dus sinds 1997 komen de twee niet meer zo vaak in de kerk. Op een gegeven moment worden ze wel weer in de kerk gezien, wanneer ze gebracht worden door een huisvriend. Het is een buurtbewoner waar ze ineens heel innig contact mee hebben. Dat was eigenlijk best wel iets ongewoons voor dit stel, want ze lieten niet zo heel veel mensen toe. Maar deze huisvriend kwam ook uit Baarn en die reed het stel met alle liefde naar de kerkdiensten. En deze man, deze huisvriend, woonde deze diensten zelf ook bij. Maar vanaf eind 1999 wordt het echt verdacht stil vanaf de Müllers. Hun kerkgenoten had het stel niet meer gezien in de baptistengemeente. Ze woonden tegenwoordig natuurlijk die zondagsdiensten bij met die huisvriend. En nu kwamen ze dus niet meer. Die begonnen zich toch wel een beetje zorgen te maken. Dus een aantal van die kerkgenoten, die gaan naar het huis van Ria en Hans. Die gaan daar langs aan de Rembrandtlaan. Ze bellen daar aan. En wie doet er open? Die ene huisvriend die wel eens met ze meeging naar die kerk. Deze huisvriend, die heet Paul de R. Dit is dus die buurtbewoner waar het echtpaar gewoon ontzettend veel contact mee had al die tijd. Paul de R was op dit punt 55 jaar oud. En hij was beheerder van de Baarnse kinderboerderij Kanton. Zo heette dat. Hij is daarmee wel eens op de lokale en landelijke televisie gekomen met zijn boerderijdieren. Hij heeft het een en ander uitgelegd. Dus er zijn gewoon beelden van. Verder weten mensen niet zo heel veel van zijn achtergrond, wie deze man precies is. Het is gewoon Paul de huisvriend met die kinderboerderij. Voor de rest, geen idee. Maar goed, deze Paul de R komt met een verklaring richting de kerkgenootjes van Hans en Ria. Hans en Ria zouden namelijk naar België zijn vertrokken om zich aan te sluiten bij een religieuze sekte. Ja, die kerkgenoten hebben zoiets van, Hans was natuurlijk zo passievol met zijn geloof bezig en een sekte, een religieuze sekte, dat zou eigenlijk wel prima passen binnen wie deze mensen zijn. Dus ze keken daar helemaal niet zo raar van op. Het zou best wel zo kunnen zijn dat ze echt in België zitten. Dus ze vertrekken weer en vonden het verhaal van Paul de R in eerste instantie wel geloofwaardig. Ja, in zo'n gemeenschap, in zo'n sekte is het natuurlijk ook best wel lastig om contact met mensen te leggen. Vaak word je daar toch geïsoleerd van de buitenwereld. Dus de kerkgenoten zijn in ieder geval een beetje gerustgesteld. Maar goed, de buren van het paar, die maken zich ook steeds meer zorgen. Ze worden nooit meer gezien. Ja, ze krijgen constant dezelfde man te spreken. Deze Paul de R, die met hetzelfde verhaal telkens komt. Deze mensen zijn naar België, hebben zich aangesloten bij religieuze sekten.
maak je vooral geen zorgen. Het duurde maar en het duurde maar. En Hans en Ria werden nooit meer gespot. Ze waren trouwens nooit lang weg. En Ria had een katje. En daar zorgde ze met alle liefde voor. Het is eigenlijk heel ongewoon dat zij dat beest achterliet. Het is niks voor haar. Ze was echt, echt gek op dat beestje. Ook viel het de buren op dat Paul de R in de nieuwe auto reed van het paar. Het was een grijze Peugeot 306 die Hans dus vlak voor zijn verdwijning had aangeschaft. In het najaar van 1999 werd de auto besteld. Maar pas in februari 2000 werd de auto geleverd. Nou, volgens de buurman is deze auto ook echt daadwerkelijk besteld door Hans. Dat kan hij echt bevestigen. Blijkbaar hebben ze het erover gehad. Hans zou hebben verteld van joh, ik heb een nieuwe auto besteld. Dus dat, ja, dat heeft hij gewoon echt gedaan. Staat ook echt daadwerkelijk op zijn naam. En de autoverzekering die wordt maandelijks afgeschreven van de rekening van Hans. Dus alles staat gewoon geregistreerd op Hans Müller. Maar ja, het is natuurlijk wel een beetje gek als je van plan bent om naar België te verhuizen of je aan te sluiten bij een secte voor een langere periode, om dan een gloednieuwe auto te bestellen en er vervolgens niet in te rijden. Sterker nog, op het moment dat die auto in februari 2000 werd geleverd, toen waren Ria en Hans al vermist. Of nou ja, naar België vertrokken. Ja, wie doet dat nou? Een auto kopen en dan weggaan. Dan blaas je de koop op zijn minst af, toch? Nou, dat is niet gebeurd. En er zijn wel meer dingen waaruit blijkt dat er geen teken van leven is vanuit het echtpaar. Hans en Ria maakten maandelijks geld, donaties over naar een religieuze instelling. Soms wel 11 keer in een maand. En de laatste keer dat er geld gestort werd, dat was 1 november 1999 en daarna nooit meer. Ook de tuinman die is op 4 november nog langs geweest om wat klusjes voor het stel te doen. Maar daarna werd hij nooit meer gebeld. Terwijl hij kwam daar regelmatig om die tuin bij te houden. Nu ineens was het doodstil. En daar houden de sporen een beetje op. Vanaf hier is er geen teken van leven meer geweest. En die buurt, ja, die begint zich steeds meer zorgen te maken. Die buren houden Paul de R een beetje in de gaten. En die vertrouwen het allemaal niet. Het is gewoon zo gek. Telefoontjes werden niet opgenomen. Tijdens kerst zou Ria altijd kerstkaartjes terugsturen. Nu kregen de buurtbewoners helemaal niks terug. De post werd niet beantwoord. Nou ja, gewoon geen enkel teken van deze twee. Het lijkt alsof ze van de aardbodem verdwenen zijn. En ja, die huisvriend van ze, er lijkt gewoon iets vreemds mee aan de hand. Iedereen voelt aan van, joh, deze man, er klopt iets niet. Zou hij wel de waarheid spreken? Hij staat ook telkens die buurtbewoners te woord. Hè? Zo van, nou ja, je hoeft je geen zorgen te maken. Ik heb nog contact gehad met Hans. Laat het maar aan mij over. Deze twee zitten in België en ze leven gewoon een geïsoleerd bestaan in die secte. Dus weet je wel, hou het rustig. Natuurlijk, zodat ze niet naar de politie zouden gaan. Want ja, wat als zij er lucht van krijgen? Dan wordt er misschien wel een onderzoek naar hem gestart. Dus deze Paul de R doet er alles aan om iedereen rustig te houden. Als de Müllers een jaar zijn vermist, besluit een buurvrouw toch naar de politie te stappen. Dus ze belt hen op. Super bezorgd met het verhaal, maar die politie reageert er eigenlijk een beetje laconiek op. Die heeft zoiets van, joh, het gaat hier om twee volwassen mensen. Ik denk niet dat je je zorgen hoeft te maken. En ze vonden het niet nodig om een onderzoek te doen of überhaupt een aantekening van het gesprek te maken in het systeem. Oké, ik heb bij een klantenservice gewerkt, hè. Dat is misschien even een rare vergelijking, maar ik heb het hier over een telecombedrijf. Geen ernstige dingen. Maar elk gesprek werd gelogd. Alles werd geregistreerd. En dat de politie dat niet doet, ik vind het super vreemd. Je zou toch elk gesprek moeten loggen, zodat er in ieder geval iets te herleiden is. Maar ze hebben er gewoon niet eens een melding van gemaakt. Nou ja. Deze buurvrouw werd echt totaal niet serieus genomen. In ieder geval. Dat is één ding wat zeker is. Weer een half jaar later, in de zomer van 2001, meldt dezelfde buurvrouw zich, maar dit keer fysiek op het politiebureau. Maar ook nu weer, ze besluiten geen onderzoek te doen. Eigenlijk wordt de vrouw gewoon weer naar huis gestuurd en ook hiervan wordt geen aantekening gemaakt. Er wordt niks in het systeem gezet over het feit dat deze vrouw is langs geweest om haar verhaal te vertellen. Gekke situatie. Ze vonden het gewoon niet verdacht genoeg. Of, nou ja, de politie krijgt natuurlijk talloze meldingen op een dag. Daarmee wordt er natuurlijk gefilterd. Wat heeft prioriteit, wat niet.
ja, dit stond gewoon niet hoog op hun lijstje blijkbaar. Ze hadden zoiets van, ja, hallo, het is gewoon niet echt concrete informatie. Er zit een huisvriend in iemands huis, mensen worden niet gezien, ja. De politie vond het niet voldoende aanleiding om de boel te onderzoeken of echt een aangifte hiervan op te nemen. Maar inmiddels, dat huis van de Müllers, ja, die wordt bewoond door die gekke huisvriend. Hij blijft daar maar en 's ochtends gaan de gordijnen open en 's avonds weer dicht. Dus ja, dat huis wordt echt actief bewoond. Hij leeft daar gewoon echt zijn eigen leventje. Of nou ja, misschien eerder andermans leven, moet ik zeggen. En er gaan dagen voorbij, er gaan maanden voorbij en intussen jaren. En in november 2003, 4 jaar na hun verdwijning of na hun laatste teken van leven, is de situatie nog steeds hetzelfde. Het is echt te bizar voor woorden. Er is gewoon geen politieagent die denkt, joh, misschien moeten we toch maar eens eventjes gaan kijken hoe de vork in de steel zit. Maar nee, voor 4 jaar lang heeft niemand dit stel gezien. 4 jaar lang verblijft deze Paul de R. in hun huis. Hij woont daar. Volop. Er is aan de bel getrokken, maar het is niet verdacht genoeg om hier iets mee te doen. In de tussentijd heeft een buurtbewoner Peter R. de Vries ingeschakeld, omdat er vanaf de politie gewoon nog niks gebeurt. De redactie van Peter R. de Vries is wel geïnteresseerd in de zaak. En Kees van der Spek, die belt Paul van der R. op om eens even te kijken hoe dit verhaal nou in elkaar zit. Het is een heel vreemd gesprek. Nou, Kees vraagt aan deze Paul van der R. van, joh, waar zitten deze mensen? Heb je nog wat van ze gehoord? Nou, Paul geeft weer aan. Ze zit in België, maar af en toe hoor ik nog wel eens wat van Hans. Hij komt dan gewoon ineens langs, maar binnen een paar minuten is hij ook gewoon zo weer verdwenen. En de laatste keer dat hij Hans gezien zou hebben was 2-3 maanden geleden. Hij heeft verder geen verblijfplaats van het stel. Hij heeft verder geen idee waar ze zitten. Het is natuurlijk de vraag, hè, want hoe zit dat met die financiën? Je hebt daar toch een huis. Als het stel weg is, ja, wie betaalt gas, water, licht? Want ja, het moet toch een keertje worden voldaan. En de hypotheek, hoe zit het daarmee? Paul's antwoord hierop is dat Hans dit gewoon nog steeds regelt. Vanuit België of zo, ja, hij weet het niet precies. Hij heeft daar geen passend antwoord op. Hij weet alleen dat het blijkbaar gewoon altijd goed komt. Het zal wel. Dat wordt gewoon gefixt. Het gesprek eindigt met een opmerking van Paul. En dan zegt hij, joh, ze zitten gewoon ergens hoor, ze zijn niet dood. Hele aparte opmerking. Ik krijg er de rillingen van. Geen antwoorden waar je heel vrolijk van wordt. En alle alarmbellen gaan af. Dus Peter de Vries besluit de zaak verder te onderzoeken. Ze kijken onder andere naar die Peugeot, die nieuwe auto die was besteld door Hans vlak voor zijn verdwijning. En het blijkt dat Paul de R. die grijze Peugeot volop gebruikt. Er is al 60.000 kilometer mee gereden en elke 10.000 kilometer die hij aflegt, brengt hij de auto naar de dealer om hem eventjes een beurtje te geven. Maar goed, die teller staat inmiddels boven de 60.000 kilometer. 60.000 kilometer die alleen Paul in die auto heeft afgelegd. De eigenaar van de auto heeft geen kilometer in dat ding gereden. En hoe zit het met de bankzaken van het echtpaar? Ze hadden wat rekeningen lopen bij de ABN AMRO, dus daar vragen ze meer informatie op. En de ABN AMRO start een onderzoek naar de rekening van de Müllers. Nu blijkt dat het stel miljoenen op hun rekeningen hebben staan. Dit hebben ze opgespaard door te beleggen, een erfenis en doordat ze gewoon eigenlijk hun hele leven al super zuinig leven. Als je het echtpaar ziet, dan zou je ook niet zeggen dat je kijkt naar miljonairs. Het zijn gewoon hele terughoudende mensen die niet per se met hun geld smijten. Dat is natuurlijk ook iets moois. Ze zijn gewoon heel bescheiden wat dat betreft. Ze hielden er in ieder geval geen luxe levensstijl op na. De accountmanager van de bank geeft aan dat ze al jaren geen contact meer heeft gehad met het echtpaar. Sinds eind 1999 gaat al het contact over de rekeningen via Paul de R. Die accountmanager en Paul de R. zouden ook regelmatig afspraken met elkaar hebben om de financiën door te spreken. En het gekke is, hij is daadwerkelijk gemachtigd door Hans om die bankzaken te regelen voor hem. Dus er is een machtiging afgegeven die is goedgekeurd door de ABN AMRO. Dat is middels een brief gedaan en die machtigingsbrief die vinden ze. En daarin wordt de machtiging aangevraagd door Hans. Deze brief is verzonden op 21 januari 2000.
Dus ongeveer 2 maanden na hun laatste levensteken. Ik zal even citeren wat er precies in deze machtigingsbrief stond. U hoeft geen bankpersoneel naar mij toe te sturen, daar heb ik ook geen behoefte aan. Toch bedankt voor uw telefoon en bezorgdheid. Mijn leven is veranderd en ik ben nu ook uit het zakenleven gestapt. Mijn woonadres is nog niet gewijzigd, wel blijf ik voorlopig nog in het buitenland. En ga dan naar het Griekse en reis dan nog door. Bankzaken regel ik voorlopig niet meer zelf. De heer Paul de R. is door mij gemachtigd waar te nemen en betalingen te regelen. Hij is een vertrouwd persoon en helpt mij veel. En dat is de tekst die in de brief stond, zogenaamd van Hans Müller. Ja, de ABN AMRO heeft dit briefje destijds beschouwd als geloofwaardig en heeft het verzoek uit de brief ingewilligd. Ja, en zo is er dus een machtiging afgegeven aan Paul de R. Verder blijkt dat de Müllers sinds 2000 zelf nooit meer geld hebben opgenomen of hun bankpas hebben gebruikt. En Paul zou dus heel wat geld door hebben gesluist naar zijn eigen rekening. Er wordt zo ongeveer 1500 euro per maand naar hem overgemaakt. En dit gaat dan wel allemaal via die accountmanager. Zelf kan hij niet bij de rekening. Ik denk als dat het geval was geweest, dan waren er veel grotere bedragen uitgegeven, denk ik. Maar goed, deze accountmanager die zat er nog tussen. Dus hij moest het echt altijd via haar regelen. Die transacties naar zijn eigen rekeningnummer, die hebben natuurlijk ook een omschrijving. En in die omschrijving staan altijd dingen zoals onderhoud, onkosten. Als hij dingen voor de woning had gedaan, dan werd er een bedrag naar zijn rekening overgemaakt. Alles bij elkaar opgeteld was het dus zo'n 1500 euro per maand. Nou, als je dat dus 4 jaar lang doet, reken maar uit! Deze man heeft redelijk wat geld van dit echtpaar gevangen, dat kan ik je wel vertellen. Uit onderzoek blijkt ook dat Hans Müller 7 levensverzekeringen had lopen. 7. Het is een beetje een overkill misschien, maar hij had ze in ieder geval lopen. En om dit in stand te houden moet je bewijzen dat je nog leeft. Dat moet door middel van een attestatie de vita. Oké, het is heel ingewikkeld, maar dat is een bewijsje wat je op moet halen bij de gemeente en aan de verzekeringsmaatschappij moet laten zien om aan te tonen dat je nog leeft. Die attestatie, de vita, die moet echt worden opgehaald bij de gemeente door de desbetreffende persoon zelf. Anders krijg je hem gewoon niet mee. Die persoon moet fysiek aanwezig zijn op dat gemeentehuis voor dat bewijsje. Die accountmanager, waar Paul de R. contact mee had, die had aan Paul gevraagd van joh, we hebben die attestatie, de vita, weer nodig. Die moet meneer Müller zelf wel eventjes op gaan vragen bij de gemeente. Waarop Paul de R. zegt, oké, ik zorg ervoor dat hij dat eventjes regelt. Ik geef het in ieder geval eventjes aan hem door. Maar later had Paul de R. verklaard dat Hans hier helemaal niks meer mee te maken wilde hebben. Het was voor hem te pijnlijk om naar het gemeentehuis te komen. Wat daar de reden van was, of wat daar de verklaring voor is, geen idee. Maar in ieder geval, Paul de R. Maakte duidelijk dat Hans Müller totaal geen behoefte had om dat attestatie da vita bij het gemeentehuis op te halen. Ook zijn er geen ziektekosten meer gedeclareerd bij de ziektekostenverzekering die Hans en Ria hadden lopen. Deze mensen hadden echt hoogst mogelijke verzekering die je maar kunt bedenken, omdat deze twee natuurlijk aan het worstelen waren met hun gezondheid. En er werden geen kosten meer gedeclareerd. Maar deze mensen zagen hun specialisten ook niet meer. In 1999 werden ze voor het laatst door hun dokter gezien en daarna nooit meer. Dat is natuurlijk vreemd. Het is niet dat hun kwalen ineens weg zijn. Ria had suikerziekte, had last van depressieve buien en inwendige ontstekingen. En Hans had notabene reuma. Ja, daar kun je niet ineens van de een op andere dag vanaf zijn. Al met al, alles op een rijtje. Het is super vreemd. Ook het paspoort van Hans, die verloopt in 2002. En als jij je in het buitenland bevindt, dan heb je toch op zijn minst een geldig paspoort nodig. Er werd nooit een nieuw paspoort aangevraagd. Na al deze bevindingen heeft Peter R. zoiets van, ik wil deze man eigenlijk gewoon eventjes face-to-face spreken. Ik wil hem in zijn ogen aankijken. Hij wilde gewoon echt weten wat er met deze twee mensen is gebeurd. Het team van Peter en Peter R. de Vries zelf gingen op pad richting Baarn en ze beginnen bij zijn eigen huis. Paul de R. had namelijk nog een eigen huis die hij had geërfd van zijn oma. Dat stond nog steeds op zijn naam. Als ze daar aanbellen, doet niemand open, er is niemand thuis. Ze rijden vervolgens door naar de kinderboerderij waar hij beheerder zou zijn.
Ook daar was hij op dat moment niet aan het werk. En ze eindigen bij het huis van de Müllers op de Rembrandtlaan nummertje 1. En ja hoor, daar staat die grijze Peugeot voor de deur. En wie doet de deur open? Paul de R. Hij doet de deur voor ze open. Peter R. de Vries, die stapt binnen. Ze hebben een verborgen camera mee, dus ze leggen ook alles vast. En ze beginnen hem vragen te stellen. Van waar is dit stel? Wat is er gebeurd? Hoe regel je het verder hier qua financiën? Paul komt met allemaal rare verhalen dat hij regelmatig berichtjes zou krijgen van Hans. Ze zijn eind 99 vertrokken naar België. Standaard verhaal. En Hans zou hem gewoon absoluut niet willen vertellen waar hij zit. Paul de R. had nog wel een telefoontje voor hem willen kopen. Een mobiele telefoon, maar... Hans had gezegd, nee, daar doen wij niet aan. Dat hoeft allemaal niet. Geen mobiele telefoons. Geen zin in. Ja, Paul de R. vond het zelf ook allemaal super geheimzinnig. En af en toe dook Hans ineens op. Dan was hij daar ineens, in dat huis. Of stond hij daar ineens bij die kinderboerderij. Maar was dan zo weer verdwenen. Zo was hij een keertje bij die kinderboerderij langs geweest. Stond hij ineens achter Hans. Ze hadden dan eventjes een praatje gemaakt... Maar na 2 minuten stapte hij weer in zijn auto. En Paul de R. had dan ook nog een onbekend persoon in die auto zien zitten. Hij was niet alleen en het was ook niet Ria. Het was een vrouw, waarschijnlijk van die secte. Nou, dat was dus zijn verhaal. Soms kwam Hans dus ook gewoon plotseling thuis om de post mee te nemen. En Paul de R. legt dan briefjes voor hem neer. Bijvoorbeeld, joh, ik heb dit in het huis moeten doen. Daar heb ik zoveel geld voor nodig. En dan zou Hans dat naar hem overmaken. Dus, dan komt hij plotseling thuis. Neemt die briefjes mee. Die briefjes zijn verdwenen. Soms laat hij een briefje achter. Maar Paul de R. moest al die briefjes van hem versnipperen. Dus, ja, die had hij allemaal niet meer. Er vonden dus wel wat huisbezoekjes plaats van een paar minuten... En daar zat soms maanden tussen. Toen Peter daar op bezoek was en al die vragen stelde aan Paul de R... lag er ook een briefje op de eettafel met daarop de tekst... Hans, laat alsjeblieft wat van jezelf horen, anders kom je op tv bij vermiste personen. Volgens Paul de R. zou Hans daar ook al op hebben geantwoord. Wat zou betekenen dat Hans dat huis binnen was gelopen... een briefje terug neer heeft gelegd. Dus hij zou dat hebben gezien, volgens Paul de R. Maar hij had daarvoor ook beweerd dat dat briefje wat hij had geschreven voor Hans... een week daarvoor door hem was neergelegd. Dus ja, Hans zou een week daarvoor daar langs zijn geweest. Terwijl eerder in het gesprek had hij aangegeven... dat hij Hans 2 à 3 maanden niet had gesproken of niks meer van hem had gehoord. En nu ineens was een week geleden Hans toch in het huis geweest... en een briefje met oké... Alles is prima, had hij daar neergelegd. Dus Paul de R. sprak zichzelf echt totaal tegen. Klopt natuurlijk sowieso helemaal geen zak van dit verhaal, maar je snapt eigenlijk gewoon niet waar deze man de fantasie vandaan haalt. Peter maakt nog de opmerking, het is toch geen Sinterklaas of Piet die door de schoorsteen het huis binnenkomt en geheimzinnig antwoord geeft op jouw briefjes en dat leest en dan weer weggaat. Daar lijkt het inmiddels wel een beetje op volgens het verhaal van Paul. Maar goed, Paul zou dus een briefje terug hebben gehad, hè, van Hans, van alles is goed met me. Dat briefje had hij door de papierversnipperaar gehaald. Waarop Peter R. de Vries zoiets heeft van, hé, maar waarom zou je dat doen? Je vraagt om een teken van leven, die krijg je en dan vernietig je dat. Je vraagt toch juist om dat bewijs? Dat klopt natuurlijk helemaal niks van. Paul is verder echt onwijs geïnteresseerd naar wie Peter R. de Vries heeft ingelicht. Wie van de buurtbewoners is het geweest? Dat is eigenlijk het enige wat hij wil weten. De Müllers interesseren hem helemaal geen bal. Hij wil vooral weten, wie heeft jou gestuurd? En daar geeft Peter natuurlijk geen antwoord op. Die heeft zoiets van, joh, jij geeft gekke, onvolledige antwoorden. Dan krijg je die van mij natuurlijk ook niet. Ik vertelde net al dat Peter de kinderboerderij had bezocht. Kanton, waar Paul de R. beheerder van was. En daar zou Peter nog de opmerking hebben gemaakt... Ja, dan zouden ze hier ergens begraven moeten liggen. Dat is dus hetgene waar hij op dat moment aan dacht. Peter R. de Vries heeft op dit punt natuurlijk echt superveel informatie verzameld. En zijn bevindingen deelt hij eind november van het jaar 2003 met de politie in de hoop dat zij ook een onderzoek starten. Dit willen ze wel doen, ze gaan met Peter in gesprek. Maar het verloopt wel een beetje stroef, dat contact.
Ze weigeren Peter verder te informeren over hun eigen onderzoek en willen ook dat het onderzoek van Peter zelf stopt. Nou, dit doen ze. Ze laten de zaak verder over aan de politie. Maar in ruil daarvoor willen ze wel de belofte dat zij de eerste zouden zijn die deze zaak in hun programma zouden mogen behandelen. Dus dat zij de informatie niet met andere pers zouden delen, maar dat zij als eerste dat verhaal naar buiten wilden brengen. Dat was een beetje hun... Ja, de afspraak die ze hadden gemaakt. Er wordt een verklaring afgelegd bij de politie en zij gaan hiermee aan de slag. En nou ja, er wordt meteen actie ondernomen. En het dossier wordt geopend onder de naam Koekoek. Nou, waarom koekoek? De koekoek, dat is een vogel. En dit soort vogels stelen eigenlijk het nest van andere vogels om daar vervolgens hun eieren in te leggen. Dus nou ja, ze stelen eigenlijk andermans plekje. Komt jullie dat bekend voor, dat gedrag? Misschien wel. Er wordt echt een serieus onderzoek gestart door de politie. Alles wordt doorzocht. De woning van de Müllers onder andere. Maar ook de kinderboerderij waar Paul werkt. De politie begint daar te graven. Onder het geithok vinden zij twee lichamen. Uiteindelijk worden deze geïdentificeerd. En het gaat hier inderdaad om Ria en Hans Müller. Hoe luguber kun je het maken? Je vermoordt een echtpaar en je begraaft ze onder het geithok van je eigen kinderboerderij. Daar hebben zoveel kinderen gespeeld onder zijn toezicht. En hij wist donders goed wat daar gaande was. Het is echt te walgelijk voor woorden. Deze mensen hebben daar meer dan 4 jaar gelegen. Hans en Ria Müller worden begraven op 22 januari 2004. Paul de R. heeft het echtpaar meerdere malen gestoken met een mes en ze zijn door verwurging om het leven gekomen. 'S Nachts bracht hij de lichamen naar de kinderboerderij en heeft ze daar midden in de nacht begraven. En zijn motief was, ja, hij had financiële problemen. Hij had een hoge schuld, dus ja, dat was zijn motief. Paul de R. wordt natuurlijk gearresteerd en wacht de rechtszaak af. Maar wie is deze Paul de R. eigenlijk? En hoe ziet zijn achtergrond eruit? En als daarnaar gekeken wordt, blijkt dat dit echt nog niet het enige is wat deze Paul de R. op zijn kerfstok heeft. Bij lange na niet. Ja, dus Paul de R. hij wordt geboren op 9 april 1944 in Amsterdam. En in zijn kindertijd vertrekt het hele gezin naar Curaçao. Als hij 8 jaar oud is, komen ze weer terug en gaan ze wonen in een huisje in Purmerend. Als hij 16 jaar oud is, werkt hij op het land als hulpje van de boer. En als hij 19 is, vertrekt hij naar Nieuw-Zeeland. Dus ineens gaat hij naar de andere kant van de wereld. Hij heeft daar een baan aangeboden gekregen. Hij gaat daar werken op een boerderij bij een gezin. En daar komt hij voor het eerst in aanraking met de politie. Hij had dieren gestolen van een veemarkt. En vervolgens had hij diezelfde dieren weer verkocht op een andere veemarkt. Om zo, denk ik, een extra zakcentje bij te verdienen. Hij belandt hiervoor in de gevangenis. En hierna wordt hij teruggestuurd naar Nederland. En dan belandt hij in Haarlem. Maar dit is pas het begin. In 1970, als Paul 26 jaar oud is, wordt hij in verband gebracht met de vermissing van een 68-jarige weduwe. Haar naam is Tina Akersloot. Deze vrouw wilde haar huis verkopen en Paul die was wel geïnteresseerd. Maar hij kreeg de financiën niet rond. Dus die koop die ging niet door. Maar op donderdag 12 februari 1970, om 5 uur 's nachts, wordt Paul gezien door de overbuurvrouw van Tina Akersloot. Bij dus de woning van Tina. Zij ziet Paul met Tina Akersloot naar buiten lopen en helpt haar zijn auto in. Dus zij zitten samen in die auto. Hij zit achter het stuur en de twee rijden weg. Vervolgens wordt Tina nooit meer ergens teruggezien. De politie wordt gealarmeerd. Die checken het huis van Tina. En dan wordt er open gedaan door niemand minder dan Paul de R. En zijn verhaal is dat Tina weg is gegaan. Hij zou het huis van haar hebben gekocht. En dat is het hele verhaal. Maar goed, ja, het is natuurlijk heel makkelijk te achterhalen of dat waar is of niet. Dat huis was helemaal niet door hem gekocht. Paul wordt gearresteerd en wordt verhoord op het politiebureau, maar ontkent iets met haar verdwijning te maken te hebben. Ze onderzoeken zijn auto en vinden dan een schep met zand en bloedsporen erop. Verder worden er ook nog bloedsporen op de bumper van de auto gevonden. Dus ja, het
Drie keer raden wat er gebeurd is. Hiermee wordt Paul geconfronteerd en hij geeft dan toe dat Tina niet meer leeft. Zij zou tijdens die autorit onwel zijn geworden en plotseling komen te overlijden. Gewoon uit het niets. Hij geeft toe dat hij haar ergens begraven heeft. Maar goed, deze bekentenis trekt hij later weer in. En de vrouw, Tina Akersloot, wordt nooit gevonden. Tot op de dag van vandaag is ze nooit gevonden. Hetgeen wat ze destijds konden onderzoeken, ja, het was beperkt. Het was niet zoals nu. Dus forensisch bewijs, dat was er niet echt. En er is geen lichaam. En in die tijd geen zaak. Hoe ongelooflijk het ook is, maar Paul de R. wordt niet berecht. Terwijl het mij heel duidelijk lijkt dat hij de dader is. Maar ze hebben gewoon niet genoeg bewijs om hem daarvoor te vervolgen. Paul de R. kan wel worden vervolgd voor iets anders. Want tijdens de verhoren had hij toegegeven wat inbraken te hebben gepleegd. Voor deze inbraken wordt hij vastgezet en hij komt dan in het Pieter Baan Centrum terecht waar ze hem onderzoeken en daarna komt hij vast te zitten in een gevangenis in Groningen. Maar hij blijft niet lang in die gevangenis, want in 1972 ontsnapt hij met twee van zijn medegevangenen. Ja, ze overmeesteren de bewakers, jatten de sleutels en lopen zo de gevangenis uit met z'n drieën. Dit alles gaat op een flink gewelddadige wijze. Trouwens, tegen één van deze twee medegevangenen zou Paul de R. hebben toegegeven dat hij Tina Akersloot heeft vermoord. Het lichaam zou hij in stukken hebben begraven. En nou ja, het is verschrikkelijk, maar dit is dus het verhaal wat zijn medegevangenen later vertelt. Maar goed, de drie gevangenen die gaan echt meteen op boevenpad. Ze overvallen een wapenzaak en stelen meerdere wapens. En ergens in de dagen erna overvallen ze een bank in Soest. En in Baarn wordt Paul de R. uiteindelijk daarvoor opgepakt. En heel frappant hieraan is dat dit echt vlakbij, echt op steenworp afstand ligt van de kinderboerderij waar hij later dus beheerder van zou worden. Uiteindelijk komt Paul de R. dan een keertje vrij, maar vervalt al snel weer in zijn oude patroon. In België pleegt hij een gewapende inbraak, komt dan weer vast te zitten, dan komt hij weer vrij. Begin jaren 80 is het dan zover en dan lijkt Paul de R. zijn wilde haren te verliezen. Hij trekt dan in bij zijn oma in Baarn, dus een vrouw op leeftijd. Paul de R. zorgt voor haar, woont bij haar en zij komt in 1991 te overlijden op 91-jarige leeftijd. Nou, als je dit zo hoort, dan denk je misschien van nou, zal Paul de R. hier dan ook achter zitten? Maar de familie van Paul de R. en van zijn oma, die beweren bij hoog en laag dat hij gewoon echt wel goed voor deze vrouw heeft gezorgd. En dat hij haar niet heeft vermoord. Ze denken dat in ieder geval niet. Ik bedoel, ze is toch 91 jaar geworden. Dat is geen ongewone leeftijd om te komen overlijden in principe. Maar goed, je gaat je natuurlijk van alles afvragen als je weet wat deze man allemaal gedaan heeft. Dus het is niet zo gek dat mensen denken dat hij wellicht zijn eigen oma ook heeft vermoord. Hij trouwt dan ook met een vrouw die 20 jaar jonger is dan hij. Hij erft trouwens na de dood van zijn oma dat huis in Baarn. Dus hij gaat samen met zijn vrouw daar wonen en ze krijgen ook nog twee kindjes. Maar goed, eind jaren 90 scheiden ze van elkaar. En dan komt Paul de R. in de financiële problemen terecht. En dan raakt hij bevriend met Ria en Hans Müller. Die mensen die zo dichtbij hem wonen. Op een gegeven moment wordt Paul de R. natuurlijk berecht. Hij wordt schuldig bevonden aan de dubbele moord en aan het plegen van fraude. Hij krijgt 16 jaar cel en TBS opgelegd. En tot op de dag van vandaag zit hij nog steeds vast. Op dit moment is hij 78 jaar oud, dementerend. En er is vastgesteld dat hij leidt aan verschillende psychosociale stoornissen. En altijd eigenlijk een gevaar zou zijn voor de samenleving. Dus zijn TBS is ook verlengd. Daarom zit hij nog steeds vast. Want je zou zeggen 16 jaar, weet je, dat is in Nederland nooit precies 16 jaar. Maar hij zit dus nog steeds vast. Zijn straf is verlengd. Ja jongens, dit was het verhaal over de tweede Baarnse moordzaak. Ik vind het zo'n bizar gegeven dat deze man met zoveel is weggekomen eigenlijk zo lang. Eigenlijk in eerste instantie kwam hij gewoon weg met een moord op Tina Akersloot. Als hij daarvoor was opgepakt, was dit waarschijnlijk met de Müllers nooit gebeurd. Het is echt verschrikkelijk. Ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd wat jullie van deze zaak denken. Laat me natuurlijk eventjes onder in de reacties weten. En vergeet natuurlijk ook niet om op mijn tweede kanaal, op mijn gamekanaal, Onderstream te abonneren.
Het linkje daarvan staat onder in de beschrijving. Tegelijkertijd met deze video is ook de podcast over dit verhaal verschenen. De podcast genaamd Moordkast, die ik samen met mijn broer host. Ben je daar benieuwd naar? Dan gaan we toch wel wat meer in op de details. Discussiëren wat meer over de zaak. Kun je dat beluisteren via de link in de beschrijving. Dus ga daarheen als je meer wil weten. Verder wil ik zeggen dat toch wel heel bijzonder is als je kijkt naar wat Peter in deze zaak heeft betekend. Peter R. de Vries heeft het eigenlijk aan het licht gebracht bij de politie. Hij heeft ervoor gezorgd dat het onderzoek werd gestart, dat die mensen werden gevonden. En toen hij daar die kinderboerderij bezocht, zei hij nog, hier moeten ze dus ergens begraven liggen. Nou, dit zijn gewoon één van de mooie dingen die hij voor mensen heeft betekend. En het is gewoon een zaak die ik heel bijzonder vind. Ook omdat hij zoveel heeft bijgedragen aan de oplossing. Dat wilde ik toch nog eventjes kwijt. Ik hoop jullie volgende week weer te zien. 4 uur 's middags ben ik weer met een nieuwe misdaad en make-up en een nieuwe moordkast. Dus tot dan. En heb je nog ideeën voor zaken die ik moet bespreken? Laat het eventjes weten. Mwah, tot de volgende keer.